Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. En dit is weer een dropshipping product research methode. Volledig Shopify dropshipping walkthrough voor 2024 en hoe je daarin winstgevende producten kan vinden voor jouw Shopify dropshipping store. Oké, wat zijn de drie top drie factoren van een winnaar nou eigenlijk? Je product moet probleemoplossend zijn, dus het moet problemen oplossen zoals het zegt. Je product moet een wow-factor hebben, echt er bovenuit steken en niet zomaar overal in de action en overal verkrijgbaar zijn. En probeer ook iets higher ticket producten te vinden met een minimale verkoopprijs van 25 euro. Dat is heel belangrijk dat je geen troep verkoopt onder de 25 en het liefst iets higher ticket, laten we zeggen tussen de 30 en de 100 euro qua verkoopprijs. Oké. Wat is het bewezen product research systeem? Welke tools kan je daarvoor gebruiken? Dat is de Ecom Elite Product Index die ik met je door ga nemen. Google Trends, Amazon, Bol, AliExpress, DSers, YouTube, Instagram, Facebook, Facebook Ads Library, TikTok. Het gehele internet, en dat nog voor geen 1 euro, kan je deze strategie gebruiken en zelf vandaag voor jezelf gaan toepassen. Nou, wat is de product index nou helemaal? Deze bestaat dus uit 9 criteria en elk product moet aan minimaal 3 van deze 9 criteria voldoen. Er is één uitzondering als je product voldoet aan de criteria extreem uniek en aan nog eentje, dus aan twee van de negen criteria, mag die alsnog doorgaan omdat extreem uniek zo'n belangrijk factor is. Oké, dan gaan we ze alle negen kort met je doornemen. Het verbeteren van zelfvertrouwen in een product, dus dat zelfvertrouwen gaat verbeteren, dat is een plus als een product dat heeft. Het verbeteren van gemak, dat het leven van de klant makkelijker wordt. Probleemoplossend slash vult een behoefte. Hele belangrijke dat een probleem opgelost wordt. Daar willen klanten heel erg graag voor betalen. Het besparen van tijd. Als mensen dingen dus sneller kunnen doen, zijn ze bereid daar geld voor te betalen. Als mensen daardoor geld kunnen besparen, zijn ze ook bereid daar geld voor te betalen. En extreem uniek, echt die wow-factor effect, is een hele belangrijke en is ook de enige van als je extreem uniek en vrouwen dominant hebt bijvoorbeeld, dan kan je hem alsnog doorzetten. Bij alle anderen is dat niet zo, dus moet dan per se aan extreem uniek en aan nog eentje voldoen. Het verbeteren van kwaliteit van leven, dus als iemand een betere levensstijl krijgt door jouw product. Vrouwen dominant, voornamelijk vrouwen gerelateerde producten is zelf wat ik dropship de afgelopen jaren en wat mijn studenten succesvol dropshippen. En hoge geschatte waarde. Dus producten die minimaal niet alleen die 25 euro verkoopprijs hebben, maar die ook er iets higher ticket frame uitzien dan die low ticket producten van 20. En een product moet dus aan minimaal 3 van deze 9 criteria voldoen. Aan hoe meer criteria die voldoet, des te beter. Nou, hoe kan je daarna je niche gaan valideren? Dat kan je door middel van Google Trends doen. Dus je hebt bijvoorbeeld een jurk gevonden en dan kijk je in de niche fashion. En dan kijk je in het land waarop je gaat targeten of al aan het targeten bent. Daarin kijk je naar de afgelopen 90 dagen en Google zoeken. En dan krijg je een grafiek zoals deze. En dan kan je deze grafiek gaan analyseren voor jouw product research methode. Daarin hebben we dus een 3-punt verificatie. Daarin moet die bomenteel boven de 35 staan. Nou, zoals je ziet, hier gaat die geen enkele keer onder de 50, dus dat is heel makkelijk te analyseren. Boven de 50, minstens 50% van de tijd. Nou, zoals je ziet, komt die 1, 2 of 3 keer net onder die 50. Dus ja, hij is echt het merendeel, 97% boven die 50. En dat de grafiek stijgend is van begin tot eind. Ja, je ziet hier een lichte stijging, dus dat is in principe oké. Okay. Dus daardoor kan je zeggen van hey, de fashion niche is een interessante niche om producten in te vinden. Dus het gaat niet om je product zelf, maar de niche waarin je product zich bevindt. Nou, dan check je even op Bol. Check je puur voor foto's, eerlijk gezegd. En daar is geen omzetvloer voor nodig. Je kan ook op Amazon kijken of je product daarop staat. Altijd handig om te kijken of jouw product überhaupt daar goed op verkoopt. Je hebt geen tools nodig zoals Wiley of Jungle Scout om daarmee te analyseren, maar het is gewoon puur voor je eigen inzicht. Dan zoek je uiteindelijk je product natuurlijk op AliExpress op. Die kan je dus ja, door enkelvoudige termen in te tikken. Hierboven kan je die makkelijk vinden en wees hierbij voorzichtig met spelling en grammatica en vind hierbij de juiste AliExpress supplier. Oké. Nou, wat je daarna doet, kan je hem connecten met Hypersq, je agent, en daarin moet je wel oppassen voor verzadiging. Dus met Hypersq hebben wij een private deal voor alle in-house studenten. Kan je vanaf 0 orders per dag kan je daarmee samenwerken. En ja, je wil eigenlijk oppassen voor producten die dus verzadigd zijn, zoals deze douchekop die meer dan 27.000 bestellingen heeft. Deze plakband die meer dan 26.000 bestellingen heeft. Voor dat soort producten wil je gaan oppassen. Zelfs voor deze universele, ja, soort schroef heeft al 121.000. Dus dat is veel te veel. En dat zijn geen interessante producten dus. Oké, dan heb je je product gevonden. Hij heeft door alle criteria heen gegaan. Dan ga je door van, hé, hey, wat is nou de pricing?
voor wat ga ik dit product verkopen. Dan raad ik aan 2 tot 3 keer de prijs van AliExpress, inclusief shipping. En je wil eigenlijk uiteindelijk tenminste 20 euro plus winst overhouden om ja, winstgevend met Facebook of TikTok ads te gaan werken. Nou, wat je als laatste stap doet is, je gaat je product op YouTube vinden en daarin wil je dus 5 video's met meer dan 5000 views hebben in 1 jaar tijd. Die wil je dus gaan zoeken en deze kan je dus gaan vinden. Nou, als je die kan vinden met meer dan 5000 views of soortgelijke producten of interesse in de niche waarin je verkoopt, dan is dat helemaal goed. Dan voldoet jouw product hier niet aan, maar voldoet hij wel aan alle andere criteria, is dit enige criteria die je eventueel zou kunnen overslaan. Oké. Okay. En dan kan je de e-com elite product arsenaal invullen. Dan heb je dus 20 producten en dan kan je deze 20 producten in je eerste maand gaan testen. Test je ongeveer 3 tot 5 producten per week, eigenlijk meer 5 producten per week. Om aan die 20 te komen en daarin je winstgevende product al te halen. Wat je hierin dus kan doen is de productnaam invullen, de niche waarin je product bevindt, de omzet die je doet op Bol of Amazon, de age demographics of het voor vrouwen of voor mannen is, welke leeftijdscategorie. De link van Bol of Amazon, de link van AliExpress, de AliExpress orders, de prijs van Bol, de AliExpress prijs inclusief shipping, hoe die het doet op YouTube en aan hoeveel criteria die voldoet aan de e-com elite index. Oké, okay, onderaan deze video vind je dus de e-com elite productarsenaal. Daarin kan je dus 20 producten gaan vinden. Ik hoop dat je daar super veel waarde uit haalt en dan zie ik je graag weer terug bij een volgende video. Ciao, ciao.